Welkom bij weer een nieuwe video van Kees aan de Koop. Het is maandag, de hoogste tijd voor No Waste Monday. Wat we vandaag gaan doen met No Waste, dat zien jullie straks. Zoals gezegd, No Waste Monday. Wat gaan we vandaag doen? We gaan een dressing maken van het vocht van de augurk. Je hebt, of cornichons, je hebt augurk in een pot zitten en daar zit vocht op. Nou, normaal gesproken eet je de augurken op en dan gooi je het vocht weg. Maar dan kan je beter bewaren, want dan kan je namelijk een heerlijke dressing mee maken. Wat hebben we daarvoor nodig? 150 gram zonnebloemolie, 100 gram yoghurt, 25 gram eiwit, 100 gram vocht van de augurk en een halve eetlepel mosterd. Ik heb alle ingrediënten in een maatbeker gedaan, behalve de olie zoals je ziet, die staat hier nog. Dus de yoghurt, eiwit, uitlekvocht van de augurk, de mosterd, die zit hierin. En ik heb een staafmixer klaar liggen. En dan gaan we dit eerst even goed mengen. Ik heb dit even goed gemengd. En dan gaan we nu, net als mayonaise eigenlijk, in een dun straaltje de olie toevoegen. Zo is je dressing van het augurkenvocht klaar. Klaar beetje gebonden. Mooie dressing. Zo, dat was het weer voor deze No Waste Monday. Een heerlijke dressing op basis van het augurkenvocht. Voor een leuke video, even liken, abonneren. Vergeet het belletje niet om mail te ontvangen. Als je nou ideeën hebben voor No Waste, je hebt zelf leuke dingen, laat het me even weten. Dan kunnen we dat wellicht maken. Zien we elkaar woensdag weer. Tot dan. Doei doei.